allerlaatste dag ben ik er toch. Mensen, Rijksmuseum Twente, ik ga naar de tentoonstelling van Artemisia Gentileschi. Oeh, dat vind ik toch geweldig. Tom, we zijn er, hè? Ja, we zijn er. Op de allerlaatste dag. Rijksmuseum Twente. Artemisia Gentileschi. Ik ken haar al bijna, bijna 10 jaar, denk ik. Ja, nou, niet persoonlijk ken haar niet, maar ik ken haar werk. En omdat ik destijds les kreeg van Karin Haanappel en die zei Her Story of Art. Die belangrijke vrouwen uit de kunstgeschiedenis, die moeten absoluut ook ertussen. Dus ben door haar daarin opgeleid. Oh, renaissance. Echt prachtige barokschilder, Caravaggio-stijl. Waanzinnig leven. Haar vader was kunstschilder. Kijk. Orazio Gentileschi. Ja, en die heeft zijn dochter dus opgeleid in het ambacht. En dat was heel bijzonder in die tijd. Want kijk, die meeste vrouwen, de meeste vrouwen kregen les om alleen maar in gegoede kringen dan te kunnen trouwen. En vrouwen in die tijd mochten niet naar buiten. Hè? Weet je waarom niet? Buiten werd je verkracht en aangerand. Dus die moesten altijd met de chaperon naar buiten, moesten binnen blijven. Ook in het atelier. Zij kreeg les van een goede vriend van hem. Om perspectief extra te kunnen oefenen. En die heeft haar dus aangerand en verkracht. Ja, toen ze, volgens mij was ze 16, 17 jaar. Nou. Dus de eer van de familie was helemaal naar de galmiezen. Maar het is goed gekomen, hè. Hij is niet met haar getrouwd, die man. Want dat was dan uiteindelijk de way out. Maar ze had zoiets van, ja, we groeten ermee, weet je. En hij was trouwens al getrouwd. Tassi heet hij, Alessandro Tassi. Lang verhaal, zal nog een keer iets over vertellen. Anyways, zij heeft die rechtszaak gewonnen. Ze is gemarteld, in ieder geval. Haar eer is wel hersteld daarin. Was heel bijzonder voor die tijd. Maar haar werk! Dan gaan we kijken. Yes. Rijksmuseum Twente. Artemisia Gentileschi. Vrouw en kunnen verlengen, maar sommige werken moesten terug. Dus de grootte kan ik ervaren, maar het is helaas een poster. No, I really
don't know what my tits have to do with it. Is this what you think girls have trouble doing? Yeah, can you really go anywhere without your cell phone? Yes. How long can you go without looking at it? Many hours. One other problem, of course, was although she was there, it was quarantined. Eventually, she left and they separated. And she went on a very successful career. Artemisia is one of the strongest painters, male or female, of the 17th century, when they had some pretty powerful painters. Ladies learn, yeah. Listen and learn, ladies. Boys learn. She's become extremely well-known as a woman artist. Maybe some of her stuff. And now nobody says she's weak. Women in here, I thought this was supposed to be a man's movie. No. No, for women in there. I thought you that. Yeah. What is going on? What, since when did we just start asking each other about the injuries of our underwear? Well, this is not a... De lipjes een beetje getuit. Een lippenstiftje mag, als het past bij de rest van het outfit. Ja. Deze woorden. Ze wijzen naar de foto's. Ze schudden met haar haar. Ze praten met haar vriend. Twee meisjes op een bank, gedragen door de golven, het branden van de zon. De wijzers gaan ouder om, de dag wordt ouderdom. Indruk van haar wijsheid. Ze zeiden, er is op deze hele wereld geen vrouw te vinden die zo mooi is en zo verstandig spreekt. Echt prachtig. Toch? Ja, ook weer kennis mee gemaakt. Dus, ja, mooie ja. Vrouwelijke kunstenaar en ja. Renaissance, het barokschilder. Pierre Obscur. Afijn, wij hadden nog even een kers op de taart. Toen zei, er is een muziekvoorstelling, zullen we daar ook nog naartoe? Ik dacht, wauw, oké. En uiteindelijk waanzinnig theater door jonge mensen. Ja. Artemisia Gentileschi werd ten tonele gebracht. Van de makers. Van de makers. En ja. Enschede, jonge makers, ja, jonge meisjes. Zelf geschreven voorstelling. Wow. Mooie ja, monologen, Tom. Ja, netjes. Mooi. Mooie muziek erbij. Extra beelden om het te versterken. Ja, dat was een goede voorstelling. Echt waanzinnig. Ja. Clair Obscur, mooi uitgewerkt door die lichte... Over de vrouw eigenlijk, hè? Over de vrouw. De MeToo-beweging, waardoor zij nu natuurlijk... Ja. Zij was natuurlijk in haar tijd ook slachtoffer
van huiselijk geweld en seksueel huiselijk geweld. Hij heeft daar een eigen traject in gevolgd. Het is van alle tijden, maar ook het vrouwbeeld. Wat daar, destijds waren vrouwen natuurlijk binnen, die hadden niks te zeggen. Hè, werden zogenaamd beschermend, maar eigenlijk gewoon gevangen gezet. En nu hebben ze helemaal vertaald naar deze tijd. En triest is om te zien dat er eigenlijk nog niet zo heel veel is veranderd. Hè? Van die, het waren drie jonge vrouwen die dan vanuit rolwisseling steeds de Bijbelse verhalen uitlegden richting de thema's die Artemisia dan geschilderd heeft. En heel erg naar haar karakter, dus in haar schoenen stappend. Ja, echt sferisch mooi neergezet. Ja. En ja, heel knap gedaan. Dus ja, ik hoop dat we ze gaan zien. Of op Oerol, of de boulevard. Maar in ieder geval, dit verhaal is pas het begin.